De expositie Muddy Waters, die momenteel wordt tentoongesteld in de Reditex Art Gallery, is gericht op de kenmerkende modderige Surinaamse rivieren. Milieubescherming en kennis over de natuur kan namelijk ook door middel van kunst worden overgebracht. Aruna Mungra, curator van de expositie Muddy Waters, denkt dat de bijdrage van de natuur in het leven van de mens vaak over het hoofd wordt gezien. Het zijn twee elementen die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Het is daarom zaak dat de overheid toeziet op het behoud van onze kostbare bossen en rivieren, zegt Mungra. Als je kijkt naar wat nu gebeurt in onze binnenlanden, door falend overheidsbeleid is er illegale goudwinning, de goudkap zonder herplant, waardoor die levensaders van onze Amazone aan het dichtslibben zijn. En vandaar ook de naam Muddy Waters. Het is een troebele situatie en het wordt echt tijd dat we nu met z'n allen iets eraan gaan doen om deze prachtige natuur te behouden en te beschermen. Omdat het ook voor ons mensen belangrijk is, want de natuur en de mens, we staan niet los van elkaar. Alles wat wij doen en wat invloed heeft op de natuur, heeft ook weer invloed op ons. De rol die aan de kunst gegeven wordt, is die als pijler voor bewustwording. Een structurele oplossing kan gevonden worden in een betere incorporatie van kunst en cultuur in het onderwijs vanaf de basisscholen. Kunst in het algemeen meer aandacht behoeft, ook in het onderwijs. Kunst is een manier om je uit te drukken en ook om bepaalde onderwerpen ook op een andere manier bespreekbaar te maken en mensen erover te laten nadenken. Als je bijvoorbeeld schoolkinderen hebt en die komen kijken naar de werken en je laat ze zelf nadenken over wat zie je, wat voel je. Het is een heel andere manier om te leren omgaan met onderwerpen die soms ook moeilijk zijn om gewoon met elkaar te bespreken. Dus ja, ik vind dat kunst heel belangrijk is. Het leert je ook creatief denken en out-of-the-box denken, iets wat heel belangrijk is voor deze tijd. De expositie is te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag en op de zaterdag een beperkter aantal uren. De volgende expositie is gepland voor de maand oktober.